In deze nieuwe video van Mario plus Rabbit Sparks of Hope Rayman in the Phantom Show gaan we naar het western setje. Er zijn behoorlijk wat puzzeltjes om weer op te lossen, maar we moeten vooral afrekenen met deze drie bravado's. Vandaag is het tijd om de western set te gaan verkennen. Alhoewel van die houten bordjes met rabbitjes erop die je dan moet slaan. Hey, hallo Phantom. Welkom bij de ballade van Plopperhand Mollerman. Een verhaal vol romantiek, mysterie, wraak, verlies, wedergeboorte. En dat is nogal een hoop. En ook, toilethumor. Doe een duimpje omhoog voor toilethumor, Nintendo en dit kanaal. En vergeet niet te abonneren. Let's go. Zeg rapper George ook altijd, let's go. Ik denk, ik probeer het gewoon. Men moet concessies doen aan de smaak des volks. Hallo? Kijk, Rabbit Mario voelt zich al helemaal thuis met zijn snorro. Perfecto, ik krijg altijd te horen dat mijn snor zo 1981 is. Oh, wat wil je nog zeggen? Ons wilde western set is besmet met elementen der duisternis. En actie. Oké, Beepo zegt, wacht. Wat is er met die duisternis elementen dan aan de hand? En die houten poppen die bandieten voorstellen, moeten jullie een map verkopen. Ons publiek is gek op mappen. En natuurlijk eindigt elke aflevering met een spectaculair gevecht. Met Sydney IJzeren Vuist Rabbit Rosser. Oké, heftig. Mocht je doodskreten slaken, doe dat dan alsjeblieft richting de camera. Camera 3 specifiek gezien. En actie! Oké. Oom Fant, Fantoom, meneer. Stoot tegen alle houten poppen van de bandieten. Is goed. Hallo, bandiet. Hatseflas, dat is één. Oh, even die sterrenspark dingen oppakken. Ik heb er al best wel veel zo te zien. 2119, lekker. Hier nog één. Hatsiek idee. Die bandieten zijn een stelletje lompe uilenballen. Die begrijpen alleen de taal van vuisten. Oké, meneer. Dan ga ik ze een vuistslag geven. Komt-ie. Hatsiek idee. Hallo. Bam! Kunnen we hier op? Nee, we kunnen daar niet op. Ik denk dat we gewoon eerst al die poppen kapot moeten maken. Maar er mist er nog één, denk ik nu. Die verstopt zich hier, achter dit hekje. Wat ziek idee. Nummertje 9. Nou, daar gaan ze hoor. Hier, in het Wilde Westen territorium gebied. Oh, we zien een sniperwolf. Rabbit Mario, die wil nog soort van vriendelijk doen. Oh, nee, niet. Hij zegt, trek jij je wapen! Jij laag bij de grond, schluiperig, kruiperig, schufterig, nietig, wezelachtig, scheepschietend stinkdier! Hippo vindt het een goede improvisatie. Nou, dankjewel. Kijk hem boos kijken. Rabbit Mario kijkt ook boos. Ja, maar Rabbit Mario heeft shotgun, hè? Dat is sick. Sydney Rabbit Rosser staat hier op wraak te aasen omdat we hem geen wilde watervergunning hebben gegeven. Ik vind het belangrijker dat ik eerst deze muntjes pak en even kijk wat hier allemaal achter de gaande is. Hier moeten we iets in doen. Hier kunnen we doorheen slaan. Dan moeten we dit doorheen doen. Dan gaat er boven wat open, denk ik. Ja, kijk, dan kunnen we die pakken. Gaan we gelijk eens even pakken dan. Dit schatje. Laten we hem openen. Een planeetmuntje. Nou, dat is altijd welkom. Oké, Sydney. Hoe is het? Wil je vechten? Hier! Op je hoofd en je bakkes. Daar gaan we. Dit zijn de stoere bravado's. We moeten de bravado's verslaan. Ja, maar dit, ik hoop niet dat het weer snipermannetjes zijn. Oh, hallo, Phantom. Oké, de bravado's zijn op de set volgens Phantom. zijn aangenomen voor hun authenticiteit en verwoesten je met windvlaag aanvallen. Volgens het script moet je ze alle drie verslaan. Voorspelbaar, maar wat doe je eraan? Pas op, de bravado's willen elke scène rekken waar ze in zitten. Ze zullen zo vaak als ze kunnen in de tegenaanval gaan. Dat klinkt vrij lastig wel hoor. Eens even kijken wat ze allemaal kennen. Kijk, sowieso hebben ze ook nog hulpjes hier. De duistermisgezel, die valt alleen aan vanuit dekking. En een bravado, die doet dit. Vuurt één enkel lange afstandprojectiel af in een rechte baan met een super effect windvlaag. Op elke aanval volgt ook onmiddellijk een tegenaanval. Oef, dat is ook vervelend. En ze kunnen klimmen. Nou! Dit wordt een flinke opgave, denk ik zomaar. Misschien is het een idee om bovenlangs te gaan met Rayman. Het probleem is alleen dat we niet alle drie bovenlangs kunnen gaan. Dit gaat nog wel een lastig verhaal worden, denk ik. We kunnen wel hier... Oh, dan gaan we... Ja, oké, dan gaan we via deze kant bovenlangs. Rayman, succes daar aan de rechterkant. Maat, misschien kunnen we wel het hulpje meesturen met hem. Dat zou op zich wel handig zijn. Kunnen de eerste beurt nog niet zo gek veel doen? Daar gaan de bravado's. Oh, eentje gaat al vrij ver naar beneden. En die klimt dan daarop. Ze zijn wel lastig. Oh, dan hebben we ook nog zo'n spooky die ze kan helpen. Oh, man. Dit wordt een ding. Dit wordt echt een ding. Oh ja, tuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Rayman wordt ook geraakt. Hoeveel zijn er? Ze zijn echt met 15 man of zo. Dit is echt niet normaal. Ik denk dat ik met Rayman eventjes naar de andere kant wil. Terug naar al mijn maten. Oké. Jij mag eventjes naar beneden gaan. En dan mag je even schieten hier op dit water.
Zo, hoppakee. Oh my god, ik raak mezelf ook blijkbaar. Ja, dit gaat top. Hier is wel één bravado al, zie ik. En ik ga natuurlijk mijn turrets maar eens neerzetten dan. Eentje die drop ik hier. Eentje die drop ik lekker daar beneden. Dan gaan we hem eens even kapot knallen. Hoppakee, lekker dit. Dat is een flats. Is die al kapot? Ja! De eerste bravado is neer. Kijk, daar doen we het voor. Dit is heerlijk. Ik neem mijn maat ook gewoon mee. Die gaat me gewoon lekker helpen. Mijn Rabbit Mario maat. Ja, doe je ding. Ga ze gewoon slaan. Lekker. Hoppakee. Pak ze aan. Toppie. Heel goed, Rabbit Mario. Ja, ga maar naast hem staan. Dan gaan we straks via de linkerkant. Gaan we daar naar boven. Ja, ja, ja. Ik zie het al gebeuren. Via deze buizen. Kennen we daar naartoe? Naar de andere bravado's. Oké, ik ga nog niet healen. Ben benieuwd wat alle vijanden gaan doen. Want die zijn dus met zoveel. Kijk, die bravado kan mij vanaf daar lekker niet raken. Oh, die tweede die gaat echt de hele andere kant op nu. Oh, die gaat vanaf daar snipen. Oké. Jij pakt mijn Mattie. Mijn Mattie komt jouw kant op, jongen. Die kan mij niet raken. Oké, die gaat wel beschermen. Deze schieten we dan met mijn turret. Lekker man, die turrets. En er komt er eentje. Oh, die komt hier. Waar ga je naartoe? Ik dacht, jij kon mij klappen. Gaan die naar de overkant? Die zijn daar lekker met z'n drietjes. Ja, oké. Man, wat gebeurt er allemaal? Ze willen allemaal mijn Mattie pakken daar. Ja, en die wordt wel helemaal gek. Die is iedereen aan het achtervolgen. Maar oké, als ze mijn Mattie raken, dat... Kijk, nu is die kapot. Maar ja, nu ben ik zelf in ieder geval een paar keer niet geraakt. Dus dat is wel lekker. Krijgen ze nu op? Man, hulpjes erbij. Ongelooflijk. Dat vind ik echt onacceptabel. Oké, wij gaan allemaal... naar deze kant. Let's go, Rabbit Peach. We gaan allemaal door deze buis naar die tweede bravado. Die gaan we proberen te slopen met z'n allen. Let's go, Rayman. Ook door die buis. Ik drop gewoon hier. Ga ik hem tackelen. Dan is de bescherming eraf. Dan ga ik ook met Rayman even een tackle op die andere doen. Want misschien kunnen we die ook wel gelijk verslaan. Zo. Rabbit Mario, die gaat vanaf hier schieten. Lekker. Top. Oh, dit was ik vergeten. Dat ze me gelijk gaan tegenaanvallen. Oh nee. Nu is Rabbit Mario zo de sjaak. Oh nee, nu sta ik ook gelijk zo verkeerd, jongens. Oké, ik ga mijn Kong aanval doen. Misschien dat ze dan ook eventjes gewoon wegbouncen. Oh, ik dacht dat ik die tweede bravado nu wel kapot zou hebben, maar nee. Nou, Rabbit Mario, jongen, die staat op zo'n vervelende plek nu. Oh, die is wel kapot. Top. Dan ga ik hier mezelf beschermen tegen deze... Ja, hoe noem je dat? Portal ding. Oké, wat doet deze raketrammer? Oké. Oh, die haalt wel alle enemies weg. Oeh, dit was best wel nice eigenlijk. Ja, dan moet ik mezelf nu maar gewoon gaan beschermen. Met Rabbit Mario, want die staat op zo'n slechte plek. Oké, nu gaan we zien wat de tegenstanders allemaal gaan doen. Die bravado die gaat weer terug naar zijn post waar die net ook een beetje was. Nee, die gaat toch naar beneden. Nee, dan klimt hij wel weer naar boven. Die gaat dus inderdaad voor Rabbit Mario. Dan hebben we hier die gekke... Oké, ja, die ons ook raakt. Deze gaat mij niet raken, die staat veel te ver weg. Deze gaat voor Rabbit Mario. Ja, op zich is die wel lekker beschermd nu. Dus dat is... die kan wel wat klapjes pakken. We moeten gewoon zo snel mogelijk die derde bravado zien uit te schakelen. Waar is bravado? Die staat daar. Die heeft 402 HP. Kan iemand Rabbit Mario halen, is mijn vraag. Als ik door die buis ga, nee, dat denk ik niet. Ik kan natuurlijk wel naar beneden springen. Maar is dat slim? Ik denk dat het in ieder geval slim is om met Rabbit Peach lekker iedereen te gaan healen. Dat moeten we sowieso. Ja, er is denk ik niet echt een manier om terug te komen. Tenzij, eens even kijken. Waar komen we uit als we hier doorheen gaan? Misschien kunnen we hem wel halen. Misschien kunnen we hem wel halen. Eens even kijken. Ja, we kunnen hem wel halen. Kunnen we de teamsprong pakken en dan hier naar boven springen? Dan weer terug met Rabbit Peach? Nee, we kunnen nou niet meer terug met Rabbit Peach. Oké. Ook wel een beetje balen. Ik kan nu blijkbaar niet meer op bravado schieten met Rabbit Peach nu ik hier sta. Ah, dit was een verkeerde keuze. Oké, ik ga proberen bravado te pakken met Rayman. Die gaat mij gelijk terug proberen te schieten, maar dat lukt hem lekker niet. Ik kan hem nog een keer proberen te raken. Dan bounce die naar beneden. Ik vraag me af of ik hem dan misschien kan raken met Rabbit Peach. Waar kom ik uit met Rabbit Mario als ik deze pijp pak? Kom ik hier uit? Rabbit Peach kan wel een teamsprong doen. Ja, we moeten gewoon voor meneer Bravado gaan. Oeh, dit is lekker. Dit is lekker. We gaan op deze. Op deze vlam in de pijp. Kijk, daar begint hij te rennen. Nee, ren mijn kant op. Of is hij kapot? Oh, hij heeft nog 2 HP over, denk ik, Bravado. Ben je serieus? Oh, ik kan hem vanaf hier net niet raken. Echt? Bravado heeft veel te veel geluk. Oké, hij gaat wel rennen. Ja, hij komt net niet langs mij. Dat is jammer. Hij gaat hier naar boven staan, want hij wil Rayman raken. Ja, dat lukt hem niet. Oké, daar worden we niet door geraakt. Door deze misschien wel. Ik weet niet waar deze helemaal naartoe gaat. Nee, daar worden we ook niet door geraakt.
Ja, dit wordt wel een lastig verhaal. Kom op, Rabbit Peach, hou het vol. Hou het vol. Goed zo. Waarom zijn er zo weinig kapot? Ik heb die net allemaal kapot geschoten met die vuurton. Oké, Rabbit Peach leeft nog. Nog wel. Wat is dit? Oh my god. Oh my god, kom jij nou echt precies daar? Ja joh. Oké, Rayman. Het is tijd om die 2 HP van Bravado te gaan pakken. Of ga jij het doen? Rabbit Mario. Ga jij hem pakken? Nee hoor, Rayman. Rayman gaat het doen. Let's go, Team Sprong. What up? Bam! Met een tackeltje. Zo doen we dat. De Bravado's zijn kapot. En ja, we gaan allemaal naar level 4. Dat is ook een mooie bijkomstigheid. Weer de zilveren plaat. Ja, goud is toch een beetje lastig blijkbaar. Reputatietje weer omhoog. Ja, jongens. Lekker gedaan, hoor. Lekker gedaan. De eerste resultaten zijn weergaloos. De kijkcijfers onder viswerpwedstrijdorganisatoren zijn zelfs gestegen. Viswerpwedstrijden? Wat? Met vissen gooien? Wat? Maar Rabbit Mario vraagt 2 vragen. Wanneer krijg ik mijn eigen spin-off serie? En wanneer kan je agent een date voor me regelen voor het Galactovisie Zonnefestival? Oké. Het eerste, dat komt snel, maar de tweede kan wel even duren, zegt hij. Oh, we hebben de Western Set, de hoofdmissie hebben we nu gefixt. Oh, en we zijn zelfs level 5 geworden. Oh, lekker zeg. Dan kunnen we de helden even flink upgraden. Nou, bij Rabbit Peach gaan we dus echt voor die healing dingen. Oh, en dit is ook wel lekker om de zweeftijd te verdubbelen, denk ik. En voor Rabbit Mario gaan we het bewegingsgebied vergroten en gaan we een extra tackle toevoegen. Lekker. Ik ga Rayman's gezondheid dus even vergroten en de raket ga ik versterken. Gaan we ook eens even de Sparks versterken? Hot, ziek idee. Lekker. Oké, maar we kunnen hier vast nog wel meer doen. We hebben 4 uur gewerkt om die scène af te schermen. Nu rennen jullie kriskras door het beeld. Ja, natuurlijk, vriend. Wat denk jij? Ik moet hier dingen doen. Ik moet zo door deze buis bijvoorbeeld. Want die brengt ons hier naartoe. Kunnen we deze laten zakken? Ja, maar daar ben ik nog steeds niet daarachter. Coole vuist, heb je zin om te knokken? Victor zegt, dames en heren, geef een warme ruimte-opera-netwerk applaus voor onze nieuwe deelnemers. Bipo denkt dat het over die viswerpwedstrijd gaat. Die gasten in apenpakjes hebben me wat tips gegeven. Na wat kleine wijzigingen heet het nu mijn klop de plop. Pop, plop, pop. 20 munten kunnen we de map-uitdaging tegen de klok doen. Is goed? Let's go. Bestudeer het parcours alsof je leven ervan afhangt. Het doel weer te bewegen, dus map op het juiste moment. Je had het wel iets beter uit mogen leggen misschien, maar het komt neer op poppen slaan. Oké. 1, 2, 3. Bam. Oké, dat is 1. Dat is 2. Dat is bijna 3. Ja. 4. 5. Lekker. 6, 7. Kom maar. Naar rechts. Is dit het? Het is het nog niet, hè? Moet ik nou weten waar de volgende is? Oké, ik heb er 13. Hoeveel moeten we er pakken? De uitdaging is geslaagd. Het is een zilveren finish. Oké, nou, we hebben munten terug. Wedden dat er ergens nog één zat. Hij zegt het ook niet, hè, hoeveel er zijn. Ik heb hier nog een paar. Let's go. 16. Oh, dan moeten we gewoon weer opnieuw. 17. 18. 19, 20. Ja, superveel. 22. Ah, dit zal wel goud zijn, toch? Toch? Of moet ik 2 volle rondjes doen? Ja, kijk, de gouden finish. Oeh, we hebben het showrecord geëvenaard. Moeten we die verbreken? We krijgen in ieder geval sterrendrankie. Daarmee kan je in een spark direct 1 niveau omhoog brengen. Super handig voor de laatste niveaus. Oké, we gaan hem nog even verbreken. Ja, let's go! 23. Nice! Kunnen we er nog 24 van maken? Ja! Lekker! Oké, nu is het record verbroken toch, meneer? Volgens mij is het geëvenaard. Ja, 22 was geëvenaard. Hè? En 24 is het ook geëvenaard. Nou, het zal wel met je. Ik geloof er niks meer van. Anyway, we hadden hier een pad gevonden. En blijkbaar liggen hier nog allemaal munten. Nou, dat is helemaal mooi. Maar we kwamen natuurlijk... hiervoor, die herinnering. We moeten even alle western dingen helemaal compleet maken, toch? Let's go. Dan heb ik nog 1 ding gezien en dat is helemaal aan de linkerkant. Misschien is hier ook wel een pad ergens. Want ik wil hier graag hier naar boven. Ik denk dat we deze kunnen slaan of is hier iets? Munten, munten, munten. Oh, en deze. Oké, we hebben een trappetje. Oké, dit wordt wel lastig. Dit gaan we later nog een keer doen. Deze level 9. Dat gaan we echt niet redden. We zijn level 5. Maar wat we wel kunnen proberen, is om dit te doen. De blauwe sleuteluitdaging. Yay! Alright, top. Ja, nee, level 9, dat gaan we echt nog niet halen. Dus we gaan terug in de warpipe. We hebben voor de rest alles hier denk ik wel gedaan op de Western Set. Let's go. Door naar de volgende. Nou, als je dat wil zien, weet je wat je moet doen. Duimpje omhoog, abonneren en gewoon lekker blijven kijken. Mazzel!